Ik zat op de fiets en ik kreeg een appje binnen en ik moest het toch even bekijken. En ik antwoordde, maar ja, toen ging ik de bosjes in. Ze gebeuren dus wel degelijk, de ongelukken, door het kijken op je mobiel. In augustus werd al een grote campagne gestart om met name jongeren te wijzen op onverantwoord gebruik van je mobieltje op de fiets. Maar ja, zo'n piepend mobieltje, ja, dan wil je even kijken. Daarom wil de minister het gewoon verbieden. Het lijkt heel daadkrachtig. Het is natuurlijk ook een heel helder gebaar. Aan de andere kant, ja, als mensen denken het zoveelste verbod laat maar, dan schiet je je doel voorbij. Ik vind onzin is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik snap het wel, maar ik vind het wel jammer. Ik blijf het ook gewoon doen. Als iemand je pelt bijvoorbeeld, ja, nou, dan ga ik gewoon opnemen en zo, dan ga ik gewoon doorfietsen. Wel een beetje goed uitkijken, maar wel gewoon doorfietsen. De vraag is of een verbod ook uitvoerbaar is. Jongeren appen steeds meer, dus ook op de fiets. En de vraag is, wie gaat dat dan controleren? Als je het zou handhaven, zou het vast wel werken. Maar ja, dan zou je achter, bij wijze van spreken achter elke boom een agent moeten zetten. Ik ben niet bang dat ik iets mis, maar appen, dat is gewoon iets. Je doet het gewoon vaak. Ga je eraan houden? Denk het wel. Denk het of ja. Zeker weten? Denk het. Dus zeker weten niet? Nee.